van de topsectoren waar we de afgelopen maanden ruimschoots aandacht aan hebben besteed is de agrofoodsector. En in 2020 moet Brabant ook topregio zijn op het gebied van de agrofood in heel de wereld. We gaan weer even samen kijken naar een filmpje. Dairylink is het lokaal maken van melk. Dus melk die hier op het bedrijf geproduceerd wordt, weer brengen naar de consumenten die hier ook dichtbij wonen. We willen eigenlijk met dit concept kijken of we de anonieme producent die een boer op dit moment is, door middel van de nieuwste en modernste technologieën, weer een stapje hoger in de waardeketen te brengen. Zodat je een aantal overbodige stappen uit dat productieproces haalt. Dus koeien worden automatisch gemolken. Op een constant niveau komt daar melk uit, met een lage hoeveelheid. De melk wordt dan automatisch op het bedrijf verwerkt in het product wat we op dat moment wensen. Geen transport meer door het land. Gewoon direct van hier, vanuit de boerderij, kan het in de lokale supermarkt op het schap gezet worden. Door de grootschaligheid neemt de anonimiteit alleen maar steeds verder toe. Daar willen we eigenlijk een doorbraak in maken. En we denken dat een hele hoop aantal problemen die we vandaag de dag hebben op het gebied van energieverbruik, op het gebied van afvalstoffen en dergelijke, dat we dat op een veel betere manier kunnen oplossen door naar een veel kleinere schaalgrootte toe te gaan. Dairylink is een gesloten geheel waarbij de energieopwekking plaatsvindt op het bedrijf door het verwerken van mest en door het opvangen van de warmte van melk. Die energie wordt gebruikt voor het verwerken van het eindproduct melk. Zodat je een gesloten energiecirkel krijgt op je agrarisch bedrijf. Ik denk dat de grote uitdaging is om die kennis die we hebben op het gebied van sensortechniek, moderne high-tech omgevingen, consumenten, elektronica, om juist die kennis in te brengen in basisprocestechniek, basistechniek van melkverwerking. Want ik denk dat juist dat wij als agro-sector juist heel veel kunnen leren van de high-tech jongens in Eindhoven. Dus die combinatie zeg maar, van meer techniek en beter verdienmodel zorgt ervoor dat het een enorme innovatiestap is in de Brabantse landbouw. De agrosector. Nou wil Brabant op meerdere gebieden topregio worden. Maar eerst even deze agrosector. Is die doelstelling haalbaar en is dit een goed voorbeeld? Ja, ik denk het wel. Hè. Brabant behoort al tot de top 5 productiegebieden op het gebied van agroproducten in Europa. Daar zit ongelooflijk veel kennis. We gaan samen met de boerenorganisaties de komende tijd werken aan betere duurzaamheid, nog meer dierenvriendelijkheid, maatschappelijke acceptatie. En de laatste stap die we nu moeten gaan richten, dat is meer innovatie door te verbinden met high-tech, slimme marketingsystemen, zodat we de sector ook een eerlijke kans kunnen geven op een goede boterham. Maar daar heeft het afgelopen 20 jaar vaak aan onderbroken. En die agrarische sector die is voor ons in Nederland, maar zeker ook voor het buitenland, van enorm belang. Maar als u zegt dat het daaraan ontbroken heeft, is dat dan nog wel in te halen? En dan moet het ook nog een stopregio worden? Ja, ik denk het wel. Dus we weten ongelooflijk veel in deze branche hoe we moeten produceren. We weten ongelooflijk veel van duurzaamheid en van nieuwe technieken. Het is een kwestie van verbinden, maar er ook nog zo'n concept aan te verbinden weer, komt het woordje weer terug, dat het ook leidt tot hoger opbrengst uiteindelijk voor de hele sector en daarmee ook voor het boerenbedrijf. En welke rol kan de provincie daarin spelen? Nou, de provincie is op de eerste plaats verbinder. We proberen samen met de kennisinstellingen en met onze universiteiten proberen we nieuwe elan in deze sector te brengen. Heeft u vast wel een mooi voorbeeld van? Ja, nou ja, u ziet het voorbeeld eigenlijk al op het filmpje dat de Technische Universiteit Eindhoven, die zich voorheen vooral bezig hield met de high-tech bedrijven, tegenwoordig ook in de agrarische sector actief is. Dus het is niet meer alleen het domein van de landbouwuniversiteit en de agrarische hogeschool, zoals we die vroeger kenden. Maar ook de high-tech sector komt erbij om de hoek kijken. Kruisbestuivingen tussen de sectoren. Kruisbestuiving, daar gaat het om. Het mooie woord crossovers. Ja.